binnen, pa. Waar blijf je toch zo lang? Het is bijna middernacht. Is er iets gebeurd? Nee, toch niet. Maar helemaal van Hasselt naar Mechelen... En dan? Ik was al ingedrukt. En wat zei je nu? In Herent, al van de snelweg af. Nog hooguit, een half uurtje. Zet maar een pintje in de koelkast. Is al gebeurd. Zij is ook weer met de Nolands meegereden. Ja, natuurlijk. Dat is nu al de derde dienstreis, hè, die dat we samen... Grote. Doe ik. En zorg maar dat je die laatste kilometers ook zonder ongelukken... Doe ik. Tot straks, hè. Tot straks, ja. Sorry, maar hij sliep al. En dan zit het er altijd tegen. Ja, vader mag dan al aardig zijn. Hij blijft onverbeterlijk, choleriek. Ik zal het nooit vergeten. In mijn stage was een van mijn eerste praktijkleraars. Geen benzine meer? Dat kan toch niet. Die tank moet zeker nog half vol zijn. Hij is weer die pomp. Geen open geraken, wel thuis toch. U heeft de groeten van mijn vader. Dank. Doe maar groeten terug. Hoewel hij zich destijds uitgesloofd heeft om mijn agent te versassen. De likkerstuur even overnemen? Nee, laat me. Al die bijscholingsseminaries, daar halen niks uit. Lopen alleen een boel tijd en energie op. Leiding geven in de bureaucratie. Nieuwe beginselen van de organisatiewetenschappers. Oh, ongenade, dat is een kunst. En trouwens, dat heeft men of dat heeft men niet. Ik vind dat wij in de administratie moderne managementtechnieken nodig hebben. En een sterkere bedrijfswetenschappelijke oriëntatie. Alles is beter dan vroeger. Over 5 jaar ga ik met pensioen. Dan kan jij rustig... Verdomme, zo'n grote auto. Oh, midden in het veld. Ik zal hem aan de kant zetten en zonder de motorkap kijken. Hè. Moet hier ergens een zaklantaarn onder die zetel liggen. Alleen ondertussen dat flikkerlicht uit de koffer. Je had hem misschien beter eens laten nakijken. Ik weet het, orde is het halve werk, maar ik voel mij zo toe lekker in de andere helft. Dat is binnen onze dienst ook te merken. Zeg maar wat er op je lever ligt. Ach, dat is toch niets. Nu zet mijn deur op nog klem. Let op! Stop! Stop dat toch! Dokter Holland! Oh mijn god, nee. Verdomme. Wat moet... Dr. Holland! Richting Brussel is de vertraging tot sterkste dagverkeer op de eerste... Zeg, is er nog een beetje koffie? Natuurlijk. Niet zo. Ja, bedankt. Zie je wel? Vandaag staat het hier ook in de gazet van Mechelen. Wat dan? Maar mens toch, dat van de dood van Hollands. Ah, alleen lees eens voor. In de nacht van maandag op dinsdag is de 57-jarige directeur van de dienst voor toezicht op vee en levensmiddelen, dokter Johannes Hollands, op de baan tussen Herent en Kampenhout, slachtoffer geworden van een verkeersongeval. Ja, het is daar een gevaarlijke baan. Want vooral in het weekend... Met die discotheken en zo. Ja, het was geen weekend. Dokter Hollands bevond zich samen met zijn adjunct, de 46-jarige Leonard Ongena, op de terugweg. Ongena? Die woonde hier in de straat? Die heeft hier nog eens controle gedaan? Ja, zal ik verder lezen? Ernestine van hierover, hè? Die heeft daar gisteren niet van gezegd. Wat was dat nou, hè? Ze had weer juist 150 gram boontjes besteld. Die vraagt altijd van die zotte gewichten. Op de terugweg van een bijscholingsseminarie dat die namiddag te Hasselt werd besloten. Ja, die mannen van het ministerie die zijn meer op roze dan dat ze achteruit zijn bureau zitten. Ah, ik weet het wel. Ze hadden een pannen uit zijn auto en toen zijn ze aangereden werden, alleen weer zo'n zotte... Door een sportwagen. Zo staat het hier. Ah, wel. Die uit de richting van Veldtem kwam aangeraast. Hij werd op slag gedood. De chauffeur van de sportwagen pleegde vluchtmisdrijf. Er wordt koortsachtig naar hem gezocht. Hij is altijd hetzelfde met de jeugd van vandaag. Ja, maar wie spreekt er van jeugd? De dader is gevlucht. Burgemeester Jan Lenses heeft alvast in een officiële mededeling bekendgemaakt dat hij de tragische dood van dokter Hollands ten zeerste betreurt... en heeft ook al in naam van de hele gemeenschap van Mechelen... een diepgemeen trouwbeklag overgemaakt aan de naastbestaanden. Dat is gemakkelijk, dat kost niks.
Dokter Holands was zowel bij zijn collega's als bij de burgers bijzonder geliefd. Daarboven achtte iedereen hem hoog als ambtenaar omwille van zijn uitzonderlijke bekwaamheid. Hij leidde sedert 1974 de dienst die zich hoofdzakelijk bezighield met onderzoek op gebied van dierengeneeskunde en controle op de levensmiddelen. Ja, dat kennen we. Als ze maar even kunnen winnen. Hij heeft alle af en toe zelfs uiterst moeilijke opdrachten steeds tot ieders tevredenheid uitgevoerd. Wat een hoofdveren zeker. Dr. Holands heeft in bredere kring bekendheid verworven toen hij in 1990 na een alarmerend bericht in de Gazette van Mechelen de sluiting eiste van de vleeswarenfabriek Spiesens en Zonen wegens een verregaand gebrek aan hygiëne en deze sluiting ook doorvoerde, ondanks een zware politieke tegenwind. Aha. Wat? Aha. En wel, die vleeswarenfabriek. Weet je dat niet mee? Huh? De zegels waren amper geleid in de halve species ging dood. En van die twee zouden blijven alleen nog... Astachimotheus? Ja, maar hier staat duidelijk dat het een ongeval is. Ja, maar met vluchtmisdraaf. Dan zou ik wel eens willen weten welke chauffeur dat vluchtmisdraaf bepleegd heeft. Waarschijnlijk een collega op het ministerie die uit is op de stoel van Holands. Dienst voor toezicht op levensmiddelen, Honings. Goedemorgen, meneer Konings. Honings, mevrouw. H-O-N-I-N-G-S. Met de H van Haantje de voorste, mevrouw. Honings. Oh, neemt u me niet kwalijk, meneer Honings, ja. Ik ben Martha Charles, Hoogstraat 115. Ik wil een klacht indienen tegen het restaurant hier beneden, de Manenblusser. De Manenblusser, ja, precies, ja. Ja, ik eet daar geregeld en ik heb al heel dikwijls afgevraagd hoe het komt dat sommige spijzen er zo vreemd. Het is mij al dikwijls opgevallen wanneer ik door de tuin loop en eventjes binnenkijk in de keuken. Doen ze daar weer hondenvoer in de goulash, mevrouw? Nee, toch niet, maar er is daar een oude madame die komt helpen. Ja. Dan moet ik u dat uitleggen. Die maakt daar de frikadellen. Oh, altijd een hele hoop. En als de tafel vol is, legt ze die gewoon verder op de stoelen. En die hebben van die versleten vieze zitvlakken, ja, met het gevolg. Ja. Dat kan ik me levendig voorstellen, mevrouw Charles. Men zal van mindere braakneigingen krijgen, nietwaar? Nou, ik heb alles genoteerd en ik zal die zaak persoonlijk onder handen nemen. Ik moet u alvast bedanken voor uw opmerkzaamheid. Oh, ja, graag gedaan. Tot ziens, mevrouw. Tot ziens, ja. Honings hier van Club Mechelen. Mag ik de hoofdredacteur alsjeblieft? Ik verbind u door met meneer Fransen. Een ogenblikje. Ja, bedankt, ja. Hallo, Fransen. Luister eens, meneer Honings. Heeft Mechelen eindelijk Diego Maradona kunnen aantrekken als spelverdeler? Wat voor nieuws. En dat durft u vragen. Hoe is het mogelijk? Terwijl uw blad alleen maar spot met ons. Zoals in het artikel dat hier net voor mij ligt. Hier zo. Laatste stuiptrekking, vraagteken. Waarom de voetballers van Club Mechelen zich in het twijfelachtige avontuur van de UEFA willen storten. Waarom? Omdat wij iets willen doen aan het imago van onze stad. Sinds ik voorzitter van de voetbalploeg ben, is het hier gedaan met potje stamp. En sedertien... Zijn de schulden van uw club vertienvoudigd. Wie niet investeert... Nou goed, wij sloven ons hier uit en jullie hitsen de mensen maar tegen ons op. Ik moet er u natuurlijk niet aan herinneren dat uw grootste adverteerders ook onze grootste sponsors zijn. Het lijkt me het beste dat we nog eens met z'n allen en met de sportredactie aan tafel gaan zitten. Wat denkt u van een etentje in de Manenblusser vanmiddag? Nee, liever niet daar. Willen we afspreken in het wespennest op de markt? Uitstekend. Om 12:30? Ja, prima, ja. Zo komt alles wel in orde. Laten we het hopen. Tot dan. Ja, tot straks. Binnen. Ah, mevrouw Bergen. Goedemorgen, meneer Honings. Doe de inzameling voor de rouwkrans voor de directeur. Oh ja, en wat wordt er zo al gegeven? Tussen 100 en 500 frank. Tja, ik heb hier alleen briefjes van 100 en 1000 frank. We zullen er eentje van 100 nemen. Bedankt. Als u hier dan wilt tekenen? Ja, zeker.
Hier zo. Alsjeblieft. Zo, en de begrafenis is volgende woensdag? Ja, kan nu Nick Voordekkers zal de dienst leiden. Hoe laat? 10:00, voor zover ik weet. Ja, dan is het de moeite niet mee om eerst nog naar het kantoor te komen. Hè? Ik heb een paar dagen vrijgenomen vanaf morgen. Ja, dat begrijp ik na al die opwinding van de laatste dagen. Ja. Trouwens, zolang zijn opvolger niet geïnstalleerd is, heeft u toch niets te doen. Hè? U heeft nog een goed contact met de personeelsdienst. Worden daar zoal wat namen genoemd? Geen idee. Van Impe heeft nog niets laten doorcijpelen. Dat kan ook niet, hè. De betrekking moet toch eerst vakant worden verklaard? Tja, maar dat is toch louter formaliteit. Hm? En binnen! Hallo, Peggy. Hallo, Hans. Dag, mevrouw Bergen. Ook een goeie dag. Weer in het land, juffrouw Peters? Ik heb nog geen verbod gekregen om het huis te betreden, dacht ik. Oh, zo bedoelde ik het niet. Nee, maar zo is het. Hier zet men de wereld op zijn kop. Overdrijf je niet. Ik ken prettige dingen dan op dergelijke manier weggepromoveerd te worden. Oh, de dienstgebouwen is toch maar een paar honderd meter hier vandaan. Daar kunnen jullie elkaar toch ontmoeten? U vergeet ongedaan die... Wat is er met mij? Niets. Wij waren net bezig met... Ja, en wij praten nog over het ongeval en dat u... Zo, ik dacht anders. Hier is een dienstvergadering bezig en ik ben niet uitgenodigd. Mevrouw Bergen, zou u zo vriendelijk willen zijn die dossier naar het gemeentehuis te brengen? De burgemeester wacht erop. Vleeswarenfabriekspieces en zonen. Juist, maar van ons wordt niet verwacht dat wij ook commentaar geven bij het dossier, dus... En u, meneer Honings, moet ogenblikkelijk naar het kinderdagverblijf Zonnestraat. We hebben al 3 klachten binnengekregen van verontwaardigde ouders die beweren dat de keuken eruit ziet als een zwijnenstal. Een zwijnenstal? Ja, dat woord werd gebruikt. En als juffrouw Peters nu teruggaat naar de dienst gebouwen, kan zij intussen de post meenemen. En toch weten wij, de wereld zal niet stilvallen. Wij zullen verder leven. Wij moeten verder leven zonder dokter Johannes Solans. Wij zullen ons leven weliswaar anders moeten oriënteren, het een nieuwe inhoud geven en een nieuw doel. Dat geldt niet alleen zijn familie, maar evenzeer de collega's van de dienst die hij zo lang... vele jaren lang geleid heeft. Vergeten we niet dat de eigenschap waarmee hij zijn medewerkers zo succesvol geleid heeft, vandaag de dag bijzonder zeldzaam is geworden. Ik bedoel zijn innerlijke goedheid. Ja? Wat is er, Martinus? Voel je je niet goed? Och, jawel, Elvier, maar die begrafenis morgen. Holands, in het donker kan ik niet... Ik dacht dat je beneden in de werkkamer zat. Nee, ga maar rustig verder slapen. Ik hoor het afstand stappen beneden in de voorkamer. Dat zal je vast gedroomd hebben. Luister, alweer. Als je hoort, er is wat gevallen. Dat is de kater. Die heb ik uitgelaten, ga eventjes beneden kijken. Wie zou het nu in zijn hoofd halen in te breken in het huis van een kanunnik? Ja, toch maar. Wat mij betreft, zoals dat in de Bijbel staat, u wil geschieden. Martinus. Ja, ik ga al. Hallo, is er iemand? Verdomme nou. Help, blijven staan. Verdomme telefoondraad. Aha, nog een late bezoeker. Wat is er dan zo dringend? Idioot, ik wou mij komen aanmelden om gedoopt te worden. Wel nu, mijn zoon, geen paniek. We zullen eens rustig met elkaar praten. Misschien kan het ook zonder de politie. Natuurlijk gaat het ook zonder de politie. Handen omhoog en tegen die muur. Steek dat wapen toch weg, man. Kom weg daar. Van die trap daarboven. Doe de licht weer uit. Elvier, blijf alsjeblieft boven. Oh, maak dat je buiten bent. Politie. Niet doen, Elvier. Weg daar, anders gaat dit ding af. Niet breken.
Nee, niet schieten. Ik schiet dat. Oh. Beschrijving van de dader, leeftijd. Ongeveer 25 jaar. Lengte, circa 1,75 meter. Lichaamsbouw, slank. Zeg, hoe zegt men dat ook weer? Leptozoom. Ja, precies, bedankt. Leptozoom. Verdomme, mis. Weer al verkeerd getypt? Ja, weer al verkeerd. Ik heb vannacht geen 3 uur geslapen en die gal speelt me weer parten. En al dat getype hier, dat wordt nog eens mijn dood. Ja, tegenwoordig is de schrijfmachine het belangrijkste wapen van een wetsdienaar. Blindtypen. Ja. We zouden dat beter leren op de politieschool. In plaats van het onderzoek van kruiddamp van munitie met loodvrije ontsteking. Zeg eens van een auto, ja? Weet jij wanneer ze klaar zijn met het onderzoek van de kogels? Ah, bedoel je die 2 ballen uit de hal van kanonik voordekkers? Ja, wat anders. Ten vroegste deze middag. Ja, wel, dan binnen. Een allerbeste morgen, heren. Goedemorgen. Morgen, kanoniek Voordekkers. Bent u de schok al een beetje te boven? Oh, ja, dat moet wel. Uiteraard met een kalmeerspuitje. De begrafenis van dokter Hollands is immers om 10 uur, ja, en zonder mij. Ah, inderdaad. Het hoofdpersonage. Daar kan men over reden twisten wie hier het hoofdpersonage is. Hoe gaat het met uw meid? Oh, die is nog in het hospitaal gebleven. Ja, 2 kogels zo rakelings voorbij haar hoofd. Ja. Het blijft de vraag. Kon die kerel niet raakschieten of wou hij niet raakschieten? Hij is de enige die ons daarop een antwoord kan geven. De opsporing loopt in ieder geval. Als ze maar niet vastloopt. Ja. Ik heb hierboven al in jullie albums gekeken, maar er kwam mij geen enkel gezicht bekend voor. Wat heeft hij allemaal meegenomen? Heeft hij nog iets ontdekt dat ontbreekt? Iets dat ontbreekt? Ja. Er is alleen wat bijgekomen. Ah. Over vermoeidheid. Ja. Nee, alleen de sleutelbos is weg. Hangen daar de sleutels van de kerk aan? Natuurlijk. Ja, dan moeten die inbreker zijn die hier in de streek al een tijdje bezig is met het opruimen van kerken. Het is wel nieuws, hè? Dat hij nu eerst de sleutels bij de pastoor gaat halen. Dat is pinter gezien. Een magere troost. Ja, niet wanhopen, die kogels zullen ons beslist meer leren. Ah, de winkel draait goed vandaag. Binnen. Ja. Ja, alsjeblieft, ja. Goedemorgen, ik ben Ongena. Ik moest mij aanmelden bij commissaris Steenmans. Dan bent u aan het goede adres. Ik ben Steenmans en hier is mijn collega Van den Outen. Goeiedag, meneer Ongena. Goeiedag. Fijn dat u gekomen bent, meneer Ongena. Gaat u zitten. Oh nee, dank u. Ik moet onmiddellijk naar de begrafenis van dokter Hollands. Oh, geen probleem. Zonder de pastoor kan men toch niet beginnen. U kent toch kanunik Voordekkers? Alleen van naam. Wat mij betreft... Ja, ik ben niet echt een kerkganger. Maar... Oh, vandaag de dag zijn kerkgangers onder de 70 zeldzaam geworden. Ik ben met de wagen. We kunnen dadelijk samen naar de kerk rijden. Bedankt. Maar eerst zou ik toch wel eens willen weten waarom ik eigenlijk... Ik heb toch aan uw collega alles al verteld. 3 tot 4 maal zelfs. Ik wil het u nog eens precies vragen. Heeft u van de chauffeur die gevlucht is geen glimp kunnen opvangen? Nee. Hoe zou ik dat trouwens gekund hebben? Ik heb in de koffer onmiddellijk naar de flikkerlamp gezocht. Kijk eens, u zal ongetwijfeld vermoeden waarom wij hierop zo aandringen. Hier loopt namelijk het gerucht dat zou het om een wraakactie gaan... van de 2 zonen van de vleeswarenfabriek Spiesens. Er bleef dokter Hollands niets anders over dan de fabriek te laten sluiten. Het was daar een echte kwekerij van giftige bacteriën. Ja, maar dat was dan ook de ondergang van de familie Spiesens. Ik denk dat de 2 zonen een onwrikbaar alibi hebben... De ene in Oostende en de andere in Aarlen. Dat staat alleszins in de Gazette van Mechelen. Wat betekent in dit geval een alibi? Snel een beroepskiller inhuren, dat is tegenwoordig een koud kunstje. Ja. Het spijt me werkelijk, maar ik heb niemand herkend. Hoe graag ik u ook zou willen helpen. Neem me niet kwalijk, meneer Ongena. Maar ik vrees dat we nu toch stilletjes aan moeten vertrekken. Ik moet mij nog omkleden. Laat hen, ook over deze dood heen, geloven dat u bestaat volgens onze
Wie zou hem opvolgen? Alsjeblieft, allengs. Toch hier niet. Omgaan natuurlijk, niet anders. Kijk, voor mijn part mag iedereen allengs hoofd worden. Iedereen, behalve ongenaam. Ja, maar hoort hij het dan? Van Imp heeft het mezelf gezegd. Deze morgen had de begrafenis. In dat geval is de lol eraf. Ja, zo'n slavendrijf. Als hij directeur wordt, dan kunnen jullie een afspraak maken bij de psychiater. Jullie krijgen gegarandeerd allemaal een tv-camera in het bureau. Geen ogenblik meer zonder controle. Ja, zoals uit de personatie toen. Pizza piscatore. Prego, signora. En dank u. Scaloppa Marsala, per il signore. Buon appetito. Ja, bedankt. Ah, dank u. Dank u wel. Ai, laat het je toch maar smaken, hè? Dank je, Peggy. Jou ook, hè? Ja. Tot nu toe heb jij het erg zonder hem geleden. Had jij niet op die overplaatsing aangedrongen, zou je nooit in de dienstgebouwen zijn terechtgekomen. En als jij niet in de dienstgebouwen had gezeten, zou je dat ongeval niet gehad hebben. Omdat wij tijdens het diensturen gewoon wat hebben rondgetopt. Onmiddellijk zo'n kermis gaan maken. Lachelijk. Dat was toch zuiver afgunst? Die komt immers niet alleen voor het werk in de kantoor, maar ook om op een ordentelijke manier een vrouw te versieren. Waarschijnlijk heeft hij daarvoor ook een programma, waarin alles netjes wordt uitgestipt. Ja, ongetwijfeld. Ja. Met als titel tijdsbesparende vormen van de menselijke liefde. Een baanbrekend rationaliseringsmodel van Leonard Ongenaam. Ik zou hem graag eens links en rechts... Wat ik zou willen, hè? Moet me geen tekening maken. Trouwens... Dokter Holands kon hem ook niet uitstaan. Die zou zich in zijn graf ombedaaien als hij zou weten dat ongenaam zijn opvolger wordt. Zeker. Hij wilde mij en niemand anders. Ja, ik hoorde hem nog zeggen bij het kerstfeest vorig jaar. Honings, ik zal je eens wat zeggen. Over 6 jaar verdwijn ik en dan krijg jij mijn stoel. Dan ben je 42 en oud genoeg voor de job. Ik zweer dat hij dat gezegd heeft. Ongenaam is nu 46. En wanneer die ook tot aan zijn pensioen hoofd van de dienst blijft? Dan zullen onze kleinkinderen al lang gedopt zijn voor ik aan de bak kom. Die ongenaam betekent voor ons gewoon een catastrofe. Niet alleen voor ons, voor de hele dienst. Tot nu toe hadden wij een hartelijke werksfeer. Maar nu trekt een grote ijstijd in. Maar als jij nu ook eens je overplaatsing vroeg, hè? Maar naartoe? Ten eerste ben ik afgrijzelijk gespecialiseerd in de levensmiddelencontrole. En ten tweede is het een prima job. Die mengeling van binnen- en buitendienst bedoel ik. En de vele contacten met eigenaars van de firma's en zaken. Ja, en toch ga je er aan kapot. Elke dag in de clinch met ongena. Kom toch gewoon naar de dienstgebouwen. Op de vlucht gaan? Voor dat kereltje? Ah nee, niet met mij. Opgeven staat niet in mijn woordenboek. Elke week druk ik mijn voetballers op het hart dat zij in de aanval moeten gaan wanneer het tegen zit. En ik zou nu voor zo'n kleinigheid afhaken, zeg je. Oh, vergeet het maar. Nu zal het pas echt worden. Hart tegen hart. Nu moet er gevochten worden. Alles of niets. Wat denk je nu nog te doen tegen ongena? Wacht maar. Ik zal wel iets vinden. Weer hetzelfde. Die koffie is te heet. Heb je de krant meegebracht, Rosa? Ja, hier is ze. Dank je. De post is ook al geweest. Huh? Is er wat bij voor mij? Nee, het is allemaal voor mij vandaag. Oh, mijn correspondentie komt tegenwoordig allemaal op de zaak. Oh, ja. Waarmee zal de Gazette van Mechelen ons vandaag weer verblijden? De politie tast nog steeds in het duister. Zelfs een week na de begrafenis van dokter Holands is er nog steeds geen noemenswaardig spoor van de voortvluchtige chauffeur en zijn wagen. Die in Holands, dat is toch de directeur van de dienst verblijfsmiddelencontrole? Ja, juist. Zowel de ondervragingen bij de betrokken garagisten als de voortdurende controles van de verkeerspolitie hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Bij ons college is het altijd hetzelfde leken. In Amerika doen ze dat toch anders. Ja, in de feuilletons wilde zeggen. Volkomen ongegrond bleken ook de verdachtmakingen aan het adres van de twee zonen van de Mechelse zakenman Theodor Spiesens, die vorig jaar overleed.
Zijn vleeswarenfabriek was in januari 1990 op last van dokter Hollands gesloten. Eerst een heel ander belangen op het spel, manneke. Je moet de pottekes gedikt blazen. Ja. In tegenstelling tot deze zaak heeft de politie wel enige vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de zogenaamde kerkendief. Deze gevreesde inbreker, die zich toelegt op het ontvreemden van altaren, kerksieraden en die zich kennelijk zonder schroom bedient van een vuurwapen, heeft na de mislukte inbraak bij kanunnik Voordekkers niets meer van zich laten horen. En hij heeft ook... Ja? Hè? Wat is... Dat is toch niet. Maar dat kan toch niet zo weten. Maar wat is er dan? Nou, is het in brief... Maar dan moet het dat eens lezen. Huh? Maar lees dat dan eens lezen. Maar we zo weten schraven, dan moet er een zot voor zijn. Zeer vereerde mevrouw Snijers. Maar, door mij aanbeden schoonheid. Beminde Rosemarie. Ah, Rosie, mocht gij toch eens weten hoe erg het met mij gesteld is. Ik word gek van verlangen naar u. Wat is dat nu? Sinds ik u vorige week bij het zemen van de ramen heb kunnen aanschouwen... In uw spannende keukenschort lig ik elke nacht in bed te woelen en stel ik mij voor hoe ik... Dit is gewoon walgelijk. Maar dat deed hij uit een of ander pornoboekje afgeschreven. Natuurlijk. Oh, Rosie, ik kan het niet meer uithouden zonder uw wonderbaarlijk lichaam naast mij. Sinds woensdag, toen wij ons in uw winkel samen over de grote poeltoog hebben... Zeg, kende jij die kerel? Ga je ook. Zijn we naar Dan Tiegeling? 1000 hete kussen op uw mond. Dat is toch Dan Tiegeling niet? Nee. Nee, kijk eens hoe die brief eigenlijk riet. Leo ongenaagd. Voilà. Die is klaar. Zeg maar nu dat ik het zeg. Hij gluurde altijd zo naar u, toen ik kwam controleren. Wacht maar een keer, kereltje. Laat hem binnen. Goeiedag, meneer Van Impe. Goeiedag, meneer Ongena. Ik kom erin en in plaats. Daar, in de zichthoek. Dank u. De koffie staat klaar in de kan. Wel bedankt, mevrouw de Bok. We schenken zelf wel in. Gaat u toch zitten. Dank u wel. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik nog op de personeelsdienst ben geweest. U zult ongetwijfeld wel kunnen vermoeden waarom ik u heb laten komen. Wel, het feit dat meneer... Dokter Hollands. Inderdaad. Maar eerst een slokje koffie. Graag. Melk en suiker hebben we ook. En dit ondanks onze zichtbare armoede. Ja, ik neem dat maar. Bedankt. Oh, dit is al even heet als ons gespreksthema. Zullen we dan maar. U weet natuurlijk dat er formeel gezien nog geen beslissing is gevallen. Ach, moet er dan nog een officieel interview komen? Vanzelfsprekend. De goedkeuring van de personeelsdirecteur hebben we trouwens ook nog niet. Maar ik kan u nu toch al verklappen dat u tijdens de voorbespreking gisteren de favoriete kandidaat was. Het doet mij genoegen dat te vernemen. We weten allemaal dat onze zeer vereerde dokter Hollands zijn dienst weer zag als... Ja, als een pretpark. Zijn medewerkers zijn echte specialisten geworden in het vinden van speelruimte in het dienstschema. De buitendienst leent zich immers uitstekend voor een bezoek aan een arts of zelfs voor een slippertje. Om dan nog maar te zwijgen over de telefoon op het bureau. Wat men vandaar allemaal kan doen voor zijn partij. En voor zijn vakbond of voor zijn sportploeg. Dat heeft mij al van de eerste dag dwars gezeten. Ik heb mij trouwens herhaaldelijk ingespannen om dokter Hollands tot andere gedachten te brengen. Ik weet. Het zijn trouwens die bedenkingen die u op papier hebt gezet met betrekking tot de herstructurering van de dienst, die ons ten volle hebben overtuigd. Een hogere bedrijfscapaciteit met 7 medewerkers minder, dat betekent heel wat. Ja, vooral door decentralisering van de taken, met gelijktijdige bundeling van de taak aan de organisatie en onkostenverantwoording. Met daarbovenop meer beleidsverantwoordelijkheid voor elke individuele medewerker. Zoals ik al zei... Gisteren was het voor ons allemaal duidelijk dat u
de geschikte man bent om een frisse wind te laten waaien door de VLC en een einde te stellen aan het slenterdrafje dat de medewerkers van dokter Hollands zo lief is geworden. Gisteren heb ik mij dan ook extra voor u ingezet. U komt oorspronkelijk uit de industrie. U heeft ook de moed, indien nodig, tegen de stroom in te zwemmen. Gisteren scheen alles nog glashelder. Gisteren? U legt daar zo de klemtoon op. Is er ondertussen wat gebeurd? Dat kan mij wel zeggen. Er heeft iemand bezwaar tegen u ingediend op grond van... van deze brief hier. Zeer vereerde mevrouw Snijers, door mij aanbeden schoonheid, beminde Rosemarie. Ach, Rosie, mocht gij toch eens weten hoe erg het met mij is gesteld. Ik word gek van verlangen naar u. Maar wat is dat voor onzin? Dat vraag ik u inderdaad. Waarom vraagt u dat aan mij? Omdat uw handtekening onderaan de brief staat. Samen met uw telefoonnummer waar de dame u liefst zo vlug mogelijk kan bellen. Maar dat heb ik niet geschreven. Dat moet iemand vervalst hebben. U woont toch in de straten tegenover de Snijers? En uw kruidenierszaak valt toch ook onder uw bevoegdheid, of niet soms? God, ja, maar ik schrijf toch niet zulke brieven? Nee, hoewel, ik zou er in uw geval nog enig begrip voor kunnen opbrengen. U heeft nog steeds geen vrouw en altijd met die oude vader thuis. Ik heb het niet gedaan. Trouwens, ik eis een proces. Het moet toch uit te vissen zijn dat het hier om schriftvervalsing gaat? Natuurlijk. En dan hebben we het schandaal. Dan zal even de vuile was van een openbare dienst in Mechelen worden buitengehangen. Mijn gelukwens. Wanneer dit een vervalsing is, dan is het beslist het werk van een collega van u. En dan weet iedereen dat u vijanden heeft in eigen huis. Hoe kan ik u in dat geval nog verkopen als de meest geschikte man? Maar die brief is het beste bewijs dat hier met een grove borstel moet gewerkt worden. Dat is natuurlijk ook een argument. U kan mij uw erewoord geven dat dit niet uw brief is en niet uw handtekening. Maar natuurlijk. Ik kan misschien zelf eens met die Snijers gaan praten. Misschien trekt hij dan zijn bezwaarschrift in. Maar als onze beminde pers daar iets over te weten komt. U kent toch artikel 54 van de wet op de staatsambtenaren? Bij relaties, zowel in als buiten de dienst, moet een ambtenaar steeds rekening houden met de eerbied en het vertrouwen die zijn beroep vereisen. Maar ik heb toch niets gedaan? Ik ben toch alleen maar het slachtoffer van een intrige? In de dienst zitten mensen die duidelijk bang zijn dat hier grote schoonmaak zal worden gehouden. En die schrikken kennelijk voor niets terug. Je denkt alles eens logisch. Ik zal proberen die affaire met de brief op te lossen zonder al te veel brokken te maken. De man die dit geschreven heeft, moet toch vervolgd worden? Beslist. Maar pas nadat wij u als diensthoofd geïnstalleerd hebben. Bedankt, meneer Van Impe. Werkelijk, hartelijk bedankt. Excuseer, meneer Van Impe, maar het is erg dringend. Kunt u alstublieft één ogenblikje? Ik kom. Onder vier ogen. Wat is er gebeurd? Ik kreeg net een anoniem telefoontje, een vrouwenstem. Ongena zou een intieme relatie hebben gehad met Suzanne Spiesens. Suzanne Spiesens? De jongste zus van Theodor Spiesens. Spiesens en Zonen, de vleeswarenfabriek die dokter Hollands heeft ontsluiten. Zo, interessant. Bedankt. Zeg eens, meneer Ongena, een vraagje. Alsjeblieft. Klopt het dat u nauw bevriend was met een zekere Suzanne Spiesens? Ik begrijp niet helemaal hoe u daar... Ja, ik begrijp het wel. Het gerucht als zou iemand uit de Spiesensklik dokter Hollands hebben aangereden. En daar zou ik dan ook nog in verwikkeld zijn? Maar god, merkt u dan niet wat voor spel hier gespeeld wordt? Ik merk het zeer goed. Maar klopt het dat u met de dochter van Spiesens... Luister, we zijn samen afgestudeerd. Maar sedert 1975 heb ik haar niet meer gezien. En dat kan ik zweren. Ik geloof u, meneer Ongena. Ik geloof u. Maar denken we aan het beroemde potje dat gedekt moet blijven. We zullen de beslissing over de opvolging van dokter Hollands moeten uitstellen. Politie Mechelen, Steenmans, ik luister. Goedemorgen, meneer Steenmans.
nog geen nieuws over mijn nachtelijke bezoeker? Helaas niet, meneer Pastoor. We zullen het nog eens proberen met de robotfoto die we volgens uw beschrijvingen hebben gemaakt, maar... Ja, ik weet het. Ik was met mijn beschrijving ook niet zo gelukkig. En die twee kogels? Nog geen uitsluitsel. Ik heb Van den Houten net weggestuurd. Goed. Dan bel ik u bij gelegenheid nog wel eens op. Of u mij, wanneer u nieuws zou hebben. Doen we. Tot ziens. Tot ziens, meneer Wodekers. Ja, ik heb het. De vaat eindelijk gedaan. Ja, dat ook. Maar voor alles de uitslag van het technisch vuurwapenonderzoek. De pastoor heeft het daarnet naar gevraagd. Het wapen waarmee de twee kogels zijn afgevuurd is bekend. Mm-hmm. Een Colt model Diamondback. En in 1987 werd die gestolen tijdens een inbraak bij een wapenhandelaar in Leuven. Ah. Samen met 100 speciale .38 patronen. Ja, ja. Het wapen is al een keer gebruikt bij een schietpartij in Antwerpen vooraleer het weer in Leuven is opgedoken. Ja, Leuven. Dus? En onze collega's zijn er toen van uitgegaan dat het een Leuvenaar moet geweest zijn. Mm-hmm. De inbraak daar bij die wapenhandelaar. Ze zullen eens uitkijken of ze iets met die robotfoto kunnen aanvangen. Binnen. Goeiedag, heren. Daar bent u dan. Ja, af en toe moet ik ook nog werken. Huh? Het spijt me, meneer Ongenaan, maar neemt u toch eerst plaats, alstublieft. Bedankt. Ik vind dat ik alles wat over de dood van dokter Hollands te zeggen valt, al genoeg verteld heb. Ja, wat moet ik dan zeggen, meneer Ongenaan? Wat kan ik eraan doen? Ik zou toch ook liever in bed liggen en eens lekker uitslapen. Mijn maag, mijn gal. Neemt u mij niet kwalijk, maar dat zijn mijn zorgen. De mensen, meneer Ongenaan, zien zulke dingen voortdurend op televisie. Men knipt letters uit titels van oude tijdschriften, kleeft die op een blad papier en de anonieme brief is klaar. Van den Houten, wil jij meneer Ongenaan eens tonen wat hier gisteravond is toegekomen? Alsjeblieft, leest u het zelf maar. Ongenaan heeft het gedaan. Zijn eerzucht is oneindig. Daarom gaat hij ook over lijken. Hij heeft dokter Hollands onder de aansnellende wagen geduwd. Ik kan het weten, maar... Het lijkt wel alsof dit briefje geschreven is door de chauffeur, die... Of door een getuige, die liever niet in de openbaarheid wil treden. Wat inderdaad niet erg verstandig zou zijn. God, nog aan toe. Doorzien jullie die spel dan niet? Een kwalijk riekende lastercampagne tegen mij. Ik roep onmiddellijk mijn advocaat. Om klacht in te dienen tegen onbekenden. Wegens bedriegelijke achterklap en eeroof. Daar bent u natuurlijk volkomen vrij in, maar onze plicht is het... Uw plicht is mij te helpen en niet die gangster. Zien jullie dan niet dat het hier om eeroof gaat en dat ik een slachtoffer ben? Tot nu toe is er maar één slachtoffer en dat is dokter Hollands, uw gewezen chef. Ik krijg de indruk dat u mij ook al een etiket hebt gegeven. Dat is wel sprekend voor uw manier van denken, hè? Wie de dode vindt, moet de moordenaar zijn. Kom, dat is onzin natuurlijk. Alleen hebben wij de tegenslag... Dat we er niet zelf bij waren. Dat we dus elke tip, elke aanwijzing moeten natrekken. Ook deze anonieme brief. Die brief is een gemene leugen. Niet helemaal. Hoezo niet helemaal? U hebt toch ook intieme betrekkingen gehad met Suzanne Spiesens? Ik heb Suzanne in geen 15 jaar meer gezien. En de Spiesens-klan heeft toch gezworen zich te wreken op dokter Hollands? Ik heb mij destijds duidelijk uitgesproken voor bedrijfssluiting. Spiesens en zonen. Dat is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. En alles bepaald door het toeval. Daarnet liet u zelf doorschemeren dat duistere krachten aan het werk zijn om u... Maar dat is toch zo? En wat zou u in mijn plaats doen, hè, meneer Ongenaan? Bij zoveel verdachte omstandigheden? Oké. En nu word ik ook nog in hechtenis genomen, zeker? Natuurlijk niet. U kunt rustig naar huis gaan. Alsjeblieft, pa, neem een andere zender. Ik heb nu geen behoefte aan al dat gruwelijke nieuws uit de hele wereld. Ik heb met het nieuws uit Mechelen al meer dan last genoeg. Vechten, jongen. Vechten. Ja. Je moet die zure appel doorbijten. Ja, doorbijten, ja. Wanneer de heidenen de missionaris absoluut niet willen, dan... Ook een biertje? Nee, bedankt. Hier maak je al een eerste fout, hè. Wie in de administratie baas wil worden en niet meedrinkt, die... Hè? Je hebt er geen idee van hoeveel wittekes ik soldaat heb moeten maken vooraleer ik bureelhoofd werd. De mensen worden tegenwoordig niet betaald om te drinken, pa, maar om te werken. Wanneer je 40 dienstjaren heelhuids wil doorkomen, dan moet je op kantoor ook plezier durven maken. En moet je al eens iets door de vingers zien. Op kosten van de belasting. Van een bureau kan je geen lopende band maken. Oh, zelfs mijn eigen vader wil of kan mij niet begrijpen. Dat kan ik wel, Leo. Ik kan me voorstellen dat een hooggeleerde bedrijfsleider zijn handen voelt jeuken om die zwijnenstal uit te nesten. Alsjeblieft, ja. Maar ik kan ook de betrokken collega's begrijpen.
Onder de leiding van dokter Hollands hadden ze een zekere vrijheid. En dat was voldoende om hun arbeid zogenaamd draaglijk te maken. Maar met een chef als jij... Artikel 54 van de ambtenaarwet. Ja. Ja. Elke ambtenaar moet zich met volledige overgave aan zijn beroep wijden. Mm-hmm. Ik verlang van mijn personeel toch alleen maar datgene wat zij zichzelf hebben opgelegd bij hun diensteed, ja? Maar dergelijke vreedheden zijn noodzakelijk. Maar men mag ze alleen maar begaan als men zijn benoeming op zak heeft. Wanneer het personeel maar eens zou leren verstandig te werken, dan zou dat helemaal geen vreedheid zijn, maar integendeel iets heel nuttigs. Ik heb de indruk dat niet iedereen dezelfde mening is toegedaan. Dat is toch een gemene streek? Eerst die obscene brief aan die arme mevrouw Snijers. Dan die aanklacht bij de politie. Ik zou Hollands onder een aanrazende auto hebben geduwd. Ho, en dan nog die samenloop met die onmogelijke spiesesklik. Dat sommigen me daar niet erg goed gezind zijn, oké. Maar dat hier, dat is toch ronduit eerroof? De mensen zijn tegenwoordig onvoorstelbaar wantrouwig geworden. Ze ruiken onmiddellijk een of andere misdaad, terwijl alleen... Op dat gebied doet de pers een flinke duit in het zakje. Denk maar eens aan dat artikel over de overlijdensverklaringen, waarvan een groot gedeelte vals zijn wanneer ze door huisartsen zijn opgesteld. Hartstilstand staat er dan, terwijl het gewoon om moord gaat. Nou, maar het verwondert me niet dat ze in jouw geval ook een en ander aan elkaar fantaseren. Och, je moet dat allemaal niet zo tragisch opnemen, jongen. Niet zo tragisch opnemen? Jij hebt makkelijk praten, jij. Ze maken mijn bestaan kapot, pa. Ze vernielen mijn identiteit. Ik zou toch veel liever door de mensen aanvaard worden in plaats van gebrandmerkt te zijn als een moordenaar. Als ik verduiveld toch maar eens wist wie erachter steekt. Nou, misschien moest ik Hilda Bergen maar eens bellen. Ik zat toch samen met haar in de vereffeningsdienst vooraleer zij secretaresse werd van dokter Hollands. Ja, doe dat. Hoewel het natuurlijk ook een zeker risico inhoudt. Zelfs in dat geval. Vooruit dan maar. Wanneer er iemand wat weet, dan is zij het. Als ze thuis is natuurlijk. Met Bergen? Een goeie avond, Hilda. Met ongenaast senior hier. Ben jij het goed, Fried? Oh, van een verrassing gesproken. Ik stoor toch niet, Hilda? Ik heb wel net bezoek uit Leuven, maar... Ik zal het kort maken, beloofd, maar het is werkelijk zeer dringend. Het gaat om het volgende... Sedert vaststaat dat Leo de nieuwe baas wordt, is er bij jullie op de dienst een onverlaat die overal anonieme brieven rondstuurt, waarin Leo aardig zwart wordt gemaakt. Walgelijk. Nou, zeg dat wel. Het heeft hem trouwens al heel wat last bezorgd. Maar nu is hij zelfs zo ver gegaan hem van moord te beschuldigen. Hij moet ermee naar de politie gaan. Heeft hij gedaan, maar daar staat men zo wat hulpeloos. Die Zeemans... Kan ik me voorstellen. En nu ben jij zowat onze laatste hoop. Ik? Hoezo? Als er iemand enig vermoeden kan hebben wie achter dit alles steekt, dan ben jij dat toch. En als die mekaar dan naar de keel gaan vliegen... Alsjeblieft, Hilda. Ik smeek je. Ik zat me al de hele tijd af te vragen wie zo op hem gebeten kon zijn. Ja, ik wist wel dat ik op jou kon rekenen. En ik hoop dat dit tussen ons blijft, ik zweer het. Op alles wat me heilig is. En dat ik mij dan... Zullen we zondag samen naar Hofstad rijden? Dan drinken we eentje. Ik zeg dat maar, omdat je zoon overmorgen samen met hem de trein naar Luxemburg neemt, voor een colloquium. Ben jij dan echt zo zeker? Als er één is, ben zij het. Hij heeft meer dan één reden om... Wie is het dan? Ik zeg het toch, degene die met je zoon naar Luxemburg rijdt voor alweer een ingrijpende wetsaanpassing in verband met de controle op levensmiddelen. Maar nu weet ik nog altijd niet wie. Honings, natuurlijk. Zo, dat heeft uitstekend gesmaakt. Leven de uitvinder van de dienstreizen. Het is inderdaad heerlijk. Een etentje in een restauratiewagen, terwijl het landschap naast je voorbij glijdt. De Maas, namen. Ik heb al lang niet meer zo genoten. Met dokter Hollands gingen we altijd met de wagen. Ach, dokter Hollands, ja. Ja, nu hebben we meteen een aanknopingspunt. Eigenlijk is het hier een uitstekende gelegenheid om alles eens door te praten. Ja, moeten we niet... Daarbuiten staan ze aan te schuiven in de gang en de kelner had ook... Laat die maar gewoon kijken. Zolang ik nog een beetje wijn in mijn glas heb. En nu, u weet natuurlijk, waarde collega Honings, dat ik de nieuwe directeur word. Wat u wellicht niet weet, is dat er op de dienst collega's zijn die mij murm willen maken. Ja, mijn zenuwen kapot willen krijgen. Zodanig zelfs dat ik van mijn kant misschien de handdoek in de ring zou gooien en een ander... Ja, toch is het zo.
Er zitten daar exemplaren die zelfs zorgen voor anonieme brieven. Waarin ik dan van alle mogelijke misdaden word beschuldigd, hè? Ja, dat ik bijvoorbeeld dokter Hollands onder een auto zou hebben geduwd. Dat is een verschrikkelijke zwenerij. Inderdaad, ja. Maar omdat ik mij heel goed kan voorstellen dat u heel binnenkort mijn rechterhand zult worden, wil ik... Bedankt. Kijk, ik kan u op dat gebied ook niet veel verder helpen. Zie je, met de beste wil van de wereld, ik zou werkelijk niet weten wie zou iets gedaan zou kunnen hebben met een collega uit de dienst. Geef niet, de politie zal dat binnen de kortste tijd uitgekiend hebben. Alles hangt af van het feit of ik klacht zal indienen of niet. Doe ik het? Ja. Dan is de rust in onze dienst voor ettelijke jaren naar de vaatjes. En doe ik het niet, dan zal die lastercampagne blijven voortduren. Wat raadt u mij aan? Ja, het klopt natuurlijk dat u bij ons niet uitsluitend vrienden hebt. Dat is waar, meneer. Open de rekening, graag, alsjeblieft. Ik zorg onmiddellijk voor, meneer. Wordt het tezamen of gescheiden? Tezamen, als u. Dank u wel. Graag gedaan. Kijk, wanneer ik met u op grond van vertrouwen kan samenwerken, dan... Denkt u dan niet dat wij alles weer in goede banen kunnen brengen? Zonder het aan de spreekwoordelijke grote klok te moeten hangen. Eén keer rumsteak, een keer tartaar, twee bier. 1680 gram, ja? Maak er 1700 van. Ja, bedankt, meneer. Alsjeblieft, Wim. Dank u. En verder nog een goede reis. Ja, dank u wel. Ja, bedankt. Zo, dan kunnen wij opnieuw... Wat denkt u dan... Konings, kunnen we echt niet tot een overeenkomst komen? Ik kan heel behoedzaam langs de herstructurering van de dienst gaan. En wat de anderen betreft, afzien van politieacties. In de plaats daarvan kunnen mijn medewerkers dan wat meer loyaliteit aan de dag leggen. Ja, misschien wel, ja. En de anonieme briefschrijver zal uiteraard na een zekere schaamteperiode uit eigen wil overplaatsing naar een andere dienst aanvragen. Voorzichtig! Vasthouwer, het lijkt hier wel een dolle schommel. Weg zijn tegen, kom. We zitten hier vlak achter de locomotief. Ja, inderdaad. Dat is toch de enige kans voor de briefschrijver. Het alternatief is aan de deur. En als de politie hem te pakken krijgt natuurlijk, wat ik toch durf te betwijfelen. We hebben in het coupé nog tijd om al die zaken eens grondig door te praten. Ik ga eerst terug even naar het toilet. Let toch maar op, dat portier lijkt me hier helemaal dicht te zijn. Ja, bedankt je. Houd u goed vast. Die wind, let op dat u door de zucht niet naar buiten wordt gesleurd. Ja, er zitten kinderen op die trein. Iemand zal toch moeten letten op die rotdeur. Niet doen, Onings. Dat is het werk van de treinwachter. Nee! Maar... Onings! Nee! Help! Er is iemand uit de trein gevallen. Stop het! De noodrem! Politie Mechelen met Steemans. Met voordekkers hier. Ik ben hier in Leuven in het station. Ik heb daarnet de man gezien die bij mij heeft ingebroken. Hij zit nu in de trein en die vertrekt naar Mechelen. Waar zit hij? In eerste klas. Vlak achter de locomotief. Een grote slanke man. Grijs pak, rode das, aktas. Hij ziet eruit als een manager, ja. Uitstekend. En de haarkleur? Lichtblond, een beetje gekruld. Anders nog iets bijzonders? Oh, dat je een beetje opschiet. De trein is al om 6:10 in Mechelen. Dat komt dik voor mekaar, meneer Voordekkers. Ja. Als hij maar niet onderweg is uitgestapt. Toch niet in een dorp van de auto. Mechelen Centraal. Kijk, ze stappen uit. Zoals te voorzien was. Zou die daar zijn met zijn aktetas? Dat is toch geen grijs pak van de auto? Dat moet hem zijn.
betwijfeld. Maar dat is die Beekmans. Wat voor een Beekmans? Heeft een zaak in tweedehandswagens, bij ons in Eckerspoel. Dan heeft Kanunik Voordekker zich weer vergist. Zouden we toch maar niet eens proberen? Ja, kom aan dan. Bent u meneer Beekmans? Ja, en dan? Politie, wij hadden u graag eventjes onder vier ogen gesproken. Natuurlijk. Oh, halt! Blijf staan! Blijf staan of ik schiet! Vooruit, kom! We moeten hem tegenhouden tot de collega's het terrein afgegrendeld hebben. Alles nog volledig. Oh, zo te zien wel. Alleen de enkel een beetje verzwikt. Hij is daar. In de hoederloods. Voorzichtig daar! Er komt een tankwagen aangereden. Kom, we lopen mee tot hinder. Dat is de beste dekking. Verdomme, niet zo snel. In dekking, hij heeft de revolver. Steemans, Sven, let een beetje op jezelf. Beekmans, de kerkinbraak hebben we nu allemaal. Inbegrepen de inbraak bij onze kanunnik hier bij Voordekkers. En als jij nu eens echt tabula rasa zou willen maken, hoe is het eigenlijk gegaan dat jij ginds in Veltum de kerk opgeruimd had? Jij wilde de baan Leuven-Mechelen op? Met je auto vol beeldhouwwerk, kruisbeelden, altaarkleden en dergelijke? Hm? U weet alles toch al. Ik had het wel graag even uit jouw mond gehoord. Waarom al dat theater? Jullie hebben ondertussen toch mijn wagen gevonden met het beschadigde voorlicht en zo. Dat was wel goed uitgekiend, die kleine veldschuur. Je had dus gestolen goed in de auto en raasde richting Lier. En hoe was dat dan in werkelijkheid met dokter Hollands? Goeiedag, meneer Honkenaar. Goeiedag. Bedankt dat u al gekomen bent en even wou wachten. Ik was nog gauw naar de dokter. Het leggen van het verband heeft wat langer geduurd dan verwacht. Heeft u dan geen ziekteverlof met die schothonden? Toch wel, toch wel. Zelfs zo'n schampschot aan de bovenarm kan achteraf voor heel wat problemen zorgen. Maar ik moet dit eerst met u even doorpraten. Over dat ongeval in de trein ben ik u al zoveel keren onder handen genomen. Door de spoorwegpolitie, dan door de politie in Brussel, dan door... Ja, natuurlijk. Maar nee, blijft u toch zitten. En wat de radio betreft, zo, bedankt. Alhoewel, zo'n beetje muziek in het kantoor. Waarom moet ik hier nu nog eens in Mechelen ondervraagd worden? Tja, omdat ondertussen, meneer Ongena, de verloofde van Honings, een zekere Peggy Peters, klacht tegen u heeft ingediend. Ja? Volgens haar zou u Honings uit de trein hebben geduwd. Oh, dat zou dan wel erg idioot van mij zijn geweest. Zij wist dat Honings de dader was van de anonieme brief en zij beweert dat u dat ook is. En wat dan nog? Het is een ongeval, zoals er bij de spoorwegen jaarlijks ettelijker gebeuren. Ik ben trouwens speciaal naar de Stadsbibliotheek gegaan en heb daar een kopie genomen van de knak, nummer 30, van 1989, hier. Onvergrendelde wagondeuren, levensgevaarlijk voor treinreizigers. Mm-hmm. Technische tekorten aan de deuren van de treinwagons hebben al duizenden dodelijke slachtoffers geëist. Ja, ja. Zowat 3/4 van alle wagons kunnen niet vergrendeld worden. Daardoor vliegen ze op de meest onverwachte momenten open. Elke 40 uur valt een reiziger uit de trein. Een artikel dat u natuurlijk wonderwel van pas komt, hè, meneer Van. Nog één zulke aantijging en u vindt een bezwaarschrift op uw bureau. Op dat bureau heb ik hier allereerst de verklaring van de conducteur dat u de deur eerst opengeduwd hebt. Ik wou Honings tegenhouden, maar toen was de zucht zo sterk dat ik zelf bijna... Oké. Op dat ogenblik ben ik ook tegen die deur terechtgekomen. En als het inderdaad zo is, wat moet ik dan besluiten, meneer Ongena? Eerst wordt Hollands door een ongeval uit het leven gehaald, dan Honings, en telkens bent u in de buurt. Bovendien heeft u telkens een verdomd goed motief. Het waren werkelijk ongevallen. En ik was volkomen toevallig in de buurt. Ja, wat betekent hier toevallig? In de twee gevallen waren wij onderweg voor een dienstreis. Eigenlijk heb ik dokter Hollands altijd graag gemogen. Waarom zou ik hem dan... Bij hem zou je dan ook nog enige kans hebben gehad. Ik bedoel, de kans... om ons van uw onschuld te overtuigen. En dan? Heeft u eindelijk de chauffeur kunnen pakken? Ja, iemand uit Mechelen nog wel. Respectievelijk uit Leuven.
En nu? In opdracht van Spiesens? Ik bedoel, wegens die vleeszware fabriek? Nee, nee, helemaal niet, nee. De man had alleen zijn wagen volgeladen met gestolen goed. En daarom was hij niet erg gesteld op politie. Dan moet hij toch gezien hebben dat ik dokter Hollands onmogelijk onder zijn auto kan hebben geduwd. Goed, we zullen eens kijken of mijn collega op dat gebied al iets ontdekt heeft. 3, 7. Wanneer iemand u kan redden, dan is dat die Beekmans. Van den Houten hier? Steemans. Zeg eens, heeft Beekmans al iets verteld over of het ongenaam was? Nee, hij heeft in het geheel niks gezien. Hij had zich net op dat moment omgedraaid, omdat achter hem de deken van de buit afgegleden was. Ja. Dan heeft de schijnwerp zijn verplet. Hij heeft Hollands nog ongenaam gezien. Hij heeft niets gezien. Ja, Hendrikke. 40 jaar geleden hadden we minder moeite om ons liefdesnestje te bereiken. Ja, ja. De volste man, recordhouder bijna, is onze Godfried Ongena. Leo zal precies weer weggegaan zijn. Dan zal ik maar weer eens zelf. Ja, hij zal weggereden zijn. Heb je niet gezien dat je auto er niet meer was? Nee, alleen jou heb ik gezien. Zal hij daar doorheen spartelen? Met die zaak Honingsen nu nog bovenop. Hij slaat er zich doorheen. Leo is een vechter. Mag ik de dame verzoeken binnen te treden? Dank u zeer. De hoffelijkheid heb je alvast niet verleerd. En desondanks heb je mij destijds niet kan geleerd. Men alles van tevoren weten. Hé, kijk, daar ligt een brief op de grond. Oh, inderdaad. Is dat niet het handschrift van Leo? Ja, ik heb de indruk van wel. Ja, wil jij niet lezen? Ik heb een brief niet bij. Lieve vader, de wereld wil mij niet. Bijgevolg wil ik de wereld niet. Zonder de benoeming van directeur zou ik misschien nog kunnen leven, maar niet met het gevoel en de zekerheid dat mijn medewerkers denken dat ik omwille van een stomme bevordering 2 mensen zou gedood hebben. Ze hebben een onlesbare dorst naar wantrouwen. Ze zouden me nooit nog aanvaarden. Bijgevolg, wie niet bemind wordt, heeft geen recht om verder te leven. En jij zult toch wel heel dat bergen hebben. God, mijn jongen. Ik ga nu in jouw wagen zitten. Vooruit, snel, snel de politie. Dag, Ete. Schakel die sirene uit. Godverdomme, gaat tegen die boom knallen. Uw koffie is vandaag aan de sterke kant, hè? Ah, nou dan, hè. Is er geen eefs in de wereld? Oh. Ai. Mechelen. De 42-jarige staatsambtenaar Stefan Andries uit Vilvoorde is gisteren geïnstalleerd als hoofd van de dienst vee- en levensmiddelen. Oh, daar is een neven. Ja. Hij wordt de opvolger van dokter Hollands, die in juni verongelukte. Oorspronkelijk was voorzien dat dokter Holland zou worden opgevolgd door Leo Ongena. Die zal echter na zijn herstel een adviseursfunctie krijgen op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat bleef? Ongena bevindt zich op dit ogenblik nog in een revalidatiekliniek. Om te herstellen van de zware verwondingen die hij heeft opgelopen bij een verkeersongeval. Niet ver van de plek waar dokter Hollands verongelukte. Een verkeersongeval, dat is schoon gezegd. Ja. Dat was een zuiver zelfmoordpoging. Ongena is eigenlijk het slachtoffer geworden van een lastercampagne. Alleen nou. Men had hem namelijk in verband gebracht met de dood van 2 collega's, Holdings en dokter Hollands. Ondanks het feit dat het onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat Ongena volkomen onschuldig was in verband met beide ongelukken. Onschuldig, laat me niet lachen. Ja. Hey, als die nou echt onschuldig was, maar wij hadden hem dan zelfmoord willen plegen, hè? Ja. Wij zochten de heer Ongena op en ontmoetten hem terwijl hij moeizaam de enkele treden naar het park afdaalde. Nog steeds beklaagt hij zich over het feit dat hij niet geraadpleegd werd in verband met de opvolging van dokter Hollands.
aan al wie het horen wil, verklaart hij... De mens is een jager gebleven. Hij jaagt bij voorkeur op andere mensen. Alles behalve Ongena, een luisterspel van Kie in een regie van Hugo Meert.